Nou, lieve luisteraars, welkom bij een speciale aflevering van Over de Top. Want we hebben een scoop en juice die we met jullie moeten delen. Maret? Ja, meiden, ik heb besloten om te stoppen met het Nederlands team. Nee! Ja. Ja. Gaat ze lachen? Ja. Ja, ik heb er heel goed over nagedacht de afgelopen maanden. En ik kan terugkijken op een hele mooie carrière. 2008 ben ik erbij gekomen en... Ja, ik was fysiek, kan ik het allemaal niet meer aan. En een hele zomerprogramma en een hele zomerprogramma te doen en een heel winterprogramma. En ik kan heel mooi terugkijken. En ik vind het eigenlijk wel prima. Helemaal vrede mee. Ja, ik zie mezelf nu niet in de zomer weer in een zaal staan. Het is natuurlijk het WK in eigen land. En dat was eigenlijk het dingetje waar ik nog wel echt mee bezig was en in mijn hoofd zat. Dat je die nog wel zou willen spelen? Nou, omdat het vooral in Nederland is. En dat zou het dan heel speciaal maken. Als dat WK in Japan was geweest, of in Turkije, of waar dan ook, dan had ik de keuze al lang gemaakt. Ja. Al eerder. Maar nee, ik ben er helemaal zen mee en tevreden. Ja. En waarom hebben wij je niet kunnen overtuigen? Want ik heb het echt nog geprobeerd. Ja, maar... Jij bent jarenlang mijn roomie geweest, mijn kamergenoot. En ik ga je zo missen. Ja, nou, want ik kreeg ook bijna elke dag een berichtje van je dat je me zo mist. Ja, dat je terug moet komen. Ja, dat klopt. Waarom heb je me niet kunnen overtuigen? Had ik het echt voor jou gedaan? Ja, nou. Daarom zijn we nu ook op Ibiza, dat we nog even samen kunnen genieten. Maar ik word er niet meer gelukkig van. Nee. En... Nee, ik haal er geen plezier meer uit om nog weer maanden door te gaan. En ik heb het heel erg naar mijn zin bij mijn club in Athene. En daar ga ik nu liever voor. En daar kies ik voor. Ja. Ik had je wel gegund nog een heel mooi afscheid voor het eigen publiek tijdens het WK. Want je bent natuurlijk ook gewoon jarenlang aanvoedster en gezicht geweest van het nationaal team. Ik denk zo bijna 10 jaar. Dus ik vind het heel jammer dat je niet voor je eigen ouders en voor je vrienden en familie nog 1 keer in dat oranje shirt staat. Ik vind het gewoon heel heftig dat je dan toch op het laatste moment dat er tussenuit piept. Ik heb er ook heel veel over gehad, ook met mijn familie. En mijn broer zei gelijk van nee man, dat is gaaf, afscheid. Mm-hmm. Mijn moeder was ook heel nuchter. Die zei gelijk van, nou Maret, moet je dat? En wees realistisch. En ik ben er wel heel realistisch in. En natuurlijk, het WK is heel gaaf. Maar de trainingen voor die tijd, de oefenwedstrijden. Het is toch weer 2,5 maand extra. Nee, daar maak je me niet meer gelukkig mee. En dan is dat niet waard om dat alleen voor het WK te doen. Nee. Ja. En wat zijn dan je mooiste momenten geweest met Oranje? Nou, 1 ding wat me heel erg bijstaat is dat ik tijdens de Olympische Spelen door mijn enkel ben gegaan. En dat na de wedstrijd dat het hele team direct naar me toe kwam. En dat klinkt heel gezapig en alles, maar dat vond ik wel echt heel bijzonder. Ja, dat deed me toen wel heel veel. Ja. Natuurlijk, weet je, al die EK-finales en de wedstrijden in Nederland. Waar we het volkslied a cappella zongen met het publiek. Mm-hmm. Weet je, hoe gaaf allemaal. Ja. Maar ik vond het team gebeuren en alles, dat vond ik altijd heel bijzonder. Ook als ik dan in het buitenland zat. We hadden natuurlijk een hele goede periode van 2015 tot en met 2018. En hoe gaat het dan eigenlijk in jullie team? Dat vroegen ze me heel vaak. En ja, eigenlijk is dat gewoon... Iedereen had gewoon de neus dezelfde kant op. Ja. En er waren geen diva's en we werkten hard. En we hadden heel veel voor elkaar over. En dat vond ik zo bijzonder. Ja. Ja. Daar kan ik echt met een heel mooi gevoel op terugkijken. Ja. Ik weet niet of dit misschien hetzelfde antwoord gaat geven. Maar wat waren de momenten dat jij het... trots was dat jij aanvoedster was van een team? Ik denk toch wel dat we dan in Nederland speelden en voor eigen publiek dat volkslied zongen. Ja. 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 Mooi. We hebben nooit een hoofdprijs gewonnen, dus die beker hebben we nooit kunnen winnen. Helaas. Al die jaren getraind in de kamer. Ik ben aanvoerster op mijn benen. Die armen. Helaas. Nou, misschien kon dit WK. Maar ik denk dat ik dan wel heel trots was. Ja, en ik heb natuurlijk heel vaak te horen gekregen als toen ik begon met volleybal. Van ja, je bent klein. Je zult het Nederlands team nooit halen. Misschien een leuke eredivisie speelster, maar dat is het. En ja, dat ik dat doel dan toch heb bereikt. Jezus, wat heb jij iedereen toch eens even een fout laten zien. Ja, daar kan ik echt wel met trots naar kijken. Ja. Ja.
Ja. Maar is het nu echt wel het hele gevoel? Want we hebben het afgelopen week ook wel eens gezegd tegen jou. Je praat er zo makkelijk over. Je bent zo nuchter erover. Voelt het ook al echt helemaal zo dat het al helemaal is afgesloten? Of is het ook nog wel ergens dat je terugdenkt van, oh, ergens. Want we hebben het ook wel eens over gehad. Dat het Nederlands team, dat is echt wel iets waar je het voor doet. En ja, de club is wel echt je werk, ja, zeg maar. Ja, het is ook heel, heel uniek. Maar nee, ik heb het gewoon voor mezelf heb ik het gewoon besloten. Dus ik ben, ik heb tevreden mee. Ik vind het goed zo. Mm. Ik word er nu niet meer gelukkig van. Als je nu zegt, volgende week moet je je melden op Paverdal. Ja, daar kan ik gaan huilen. Ja, wij gaan huilen. Ik kan wel huilen om het feit dat ik zei dat tegen jou. Ja. Ik zei, ik kan echt huilen om het feit dat wij gewoon nooit meer samen in het veld gaan staan. Ja, dat is raar. Ja, maar een club misschien ook. Ja. Maar je mag sowieso terugkijken op zo'n mooie carrière. Ja, ja, echt. Beste servist geworden van het WK 2010. Ja. Verschillende EK-medailles, ja, Grand Prix-medailles. En daarnaast, wat heel veel luisteraars denk ik niet weten, is dat je ook echt zo een grondlegger bent voor de professionalisering, denk ik, van het Nederlands damesteam van de volleybal. Oh, dat vind ik wel echt een heel groot compliment. Nou, dat vind ik echt. Want sinds jij als aanvoedster voorop bent gaan in de strijd, heb je ook achter de schermen heel veel voor het team betekend. Dus ik denk dat jij niet alleen een grote waarde bent geweest op het veld, maar ook daarnaast voor het heen. Ja, nu moet ik dus huilen. Ja. Maar daarnaast ook voor alles buiten het veld heb je heel veel mooie dingen gedaan. Ja, dat vind ik heel lief. Ja. Ik had deze niet verwacht. Nee, oh, die had ik helemaal niet gezien aanzien komen. Ja, dankjewel. Ja. Ik denk dat wij ook heel trots op jou zijn. Ja, dankjewel. Ja, zeker. Ik ga jullie echt heel erg missen, maar dat weten jullie wel. Ah, het is helemaal goed zo. Ja. Nou, als jij moet houden, moet ik ook houden. Ja. 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 Nee, het is helemaal goed. Nou, ik denk alleen maar volgend jaar weer Ibiza. Ja, dan kunnen we misschien 2 weken doen. Ja, hè? Joh. Zo goed bevallen. Ja. Ja. Alle mogelijkheden. Ja. En jullie moeten een beetje aanpassen. Ja. Ja. Neem er nog een special op. Ja. Ja. Wil je nog wat zeggen? Nee. Tegen de luisteraars. Dankjewel voor alles. En ik ben super trots en super blij. En het is mooi geweest.